Kenzo Goudmijn, welkom bij Excelsior Rotterdam. Dankjewel. Ja, want vertel eens, hoe is deze verhuurperiode tot stand gekomen eigenlijk? Ik heb natuurlijk een half jaar bij Sparta gezeten, ook verhuurd. En het niet uitgepakt zoals ik wilde. En daar op zoek gaan naar een nieuwe stap. Excelsior zich gemeld en heel goed gevoel bij. Mooie club en ze doen het heel goed, dus vandaar. Ja, want hoe ging dat een beetje? Ja, je komt natuurlijk vrij. Dan krijg je al gauw een belletje van je zaak waarnemen van hey, Excelsior heeft interesse. Ja, er zit natuurlijk meer achter. Maar ja, zo gaat het eigenlijk wel. En op gesprek komen, de plannen aanhoren van beide kanten. En wat ik zeg, heel goed gevoel. En deze keuze gemaakt. En heel blij mee ook. Ja, want de intentie en die was goed bij Sparta, maar dat kwam eigenlijk niet tot volledig iets voor beide kanten. Het is niet tot zijn recht gekomen inderdaad en wat de intentie was. En dan is het voor mij, was het gewoon nodig om een nieuwe stap te maken, denk ik. En dus vandaar. Nou, dat ga je hier doen en dan is voornamelijk de ambitie voor jezelf, denk ik, heel veel ontwikkeling en speelminuten maken. Ja, goed mezelf ontwikkelen inderdaad, veel spelen en ook gewoon promoveren natuurlijk. Kijk, dat is een mooie ambitie om dit jaar te bewerkstelligen. Maar ja, wat voor speler ben je eigenlijk? We willen dat wel eens weten. Middenvelder, aanvallend vooral. Goed aan de bal, dribbel, kansen creëren. Ik denk dat dat vooral mijn kwaliteiten zijn. Dus je kan Thijs Dallinga kan je nog voorzien van meer doelpunten? Ik hoop het. Ik ga wel mijn best doen. Ja, zeker. Ja. Natuurlijk helemaal nieuw deze vuurperiode weer. Een nieuwe selectie, nieuwe jongens. Je zei er net, ik ken hem eentje, dat is Marouane Azarkan. Ja, klopt. Ja, nee, maar het is geen probleem. Weet je, ik voetbal is voetbal. En ik denk dat ik wel goed in de groep ga liggen, hoop ik. Ja. Ik hoor goede verhalen over de groep. Dus, Is goed om te horen. Ik denk dat het ook een speciaal weerzien is voor jou hier. Natuurlijk je debuut gemaakt hier ooit, 16 mei 2019. Klopt, mijn officiële debuut bij AZ was inderdaad tegen Excelsior. Dat heb ik ook niet vergeten, nee. Kijk, dat is goed om te horen. Voor de rest, je gaat aansluiten natuurlijk bij de groep. Fit heb ik net gehoord, dat is mooi om te horen. Dus je kan eventueel zondag gaan spelen. Ik hoop het. Het zou mooi zijn. Zeker. En dan is het gewoon volledig knallen, tweede seizoen zelf voor jezelf en voor Excelsior. Zeker weten, ik ga mijn best doen. Kijk dan, top. Het is goed om te horen. Dankjewel. En hopelijk tot zondag. Yes.